7 dagen tot de Olympische Winterspelen in Beijing. Nog 47 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen. En nog 297 dagen tot het WK voetbal in Qatar. We tellen af deze week. Iedere dag op dit tijdstip een gesprek met Flevolanders die aftellen. Het is nog 104 dagen tot de eindexamens. Dus een heel spannende tijd voor veel scholieren. Maar hoe bereiden scholieren zich voor op die spannende tijd? Ja, dat vragen we aan Erik Koelman van Stichting Roer. Roer en beter met je toekomst. Erik is bijlesdocent, geeft eindexamentrainingen en is ook nog leraar op Egnaton College in Almere. En hij geeft daar economie en ondernemen. Goedemiddag, Erik. Een goedemiddag. Ja, eindexamens vallen altijd in mei. Zijn leerlingen daar nu eigenlijk al mee bezig? Ja, je merkt eigenlijk na de kerstvakantie merk je dat de vierde en vijfdejaars, eigenlijk alle eindexamenleerlingen, die hebben een soort, ja, opeens komt het gewoon binnen. En dan worden ze ietsje anders, ze worden wat serieuzer. Ze worden eigenlijk voor docenten worden ze leuker. Oh ja, hoezo? Ja, ze worden namelijk, ze beseffen heel goed, ik heb je nodig. Ja, dat is leuk als docent natuurlijk, ja. Ja. En hoe ga je daar als docent mee om? Heb je dan ook echt, geef je ze dan extra aandacht? Ja, en weet je, het is, dat gaat een beetje automatisch. Ik praat het een beetje met twee petten, want ik ben aan de ene kant docent op Egnaton. En aan de andere kant heb ik mijn eigen bedrijf samen met twee collega's. En weet je, het is op het moment dat hun, ja, moet ik het nou zeggen, op het moment dat hun opener worden en eigenlijk je meer nodig hebben, ga je als docent natuurlijk automatisch een stapje harder lopen voor ze. Dat doe je gewoon. Je krijgt gewoon een betere band eigenlijk met de leerlingen. Ja, ja, ik weet dat mijn oude teamleider zei ooit tegen mij, op het moment dat ze bij ons klaar zijn, zijn ze echt leuk. Ja, dan ben je al half volwassen natuurlijk. Het is, hoe kan het nou eigenlijk dat, we hebben allemaal een eindexamen meegemaakt, of heel veel mensen van ons hebben dat meegemaakt, dat je dat spannender vindt dan een schriftelijk examen wat in de vierde klas wordt afgenomen, of een schoolonderzoek of een repetitie? Ja, ik denk, het is de hele spanning. Het is in ieder geval het laatste wat je doet. Het telt natuurlijk zwaarder mee. En het is ook anders, want je doet het meestal in de gymzaal. Terwijl normaal gesproken doe je het natuurlijk in een klaslokaal. En iedereen is gewoon zenuwachtiger. Je bent vaak soms is het ook vaak dat je al 2-3 weken misschien klaar bent met school. En dan opeens komt die toets. En het is allemaal net even een tikkeltje serieuzer. Qua gevoel hoor, want de regels zijn hetzelfde. Ja, maken we het ook spannender dan het is? Want ineens gaan dan je ooms en tantes vragen van hoe gaat het? Terwijl ze zich daar nooit voor interesseren en allemaal dat soort dingen. Maken we het inderdaad groter? Ja, en dat is ook zo. Want iedereen weet nog, als ik bijvoorbeeld ouders spreek, iedereen weet nog hoe zijn eindexamen was. Je denkt er toch even aan terug. Je weet dat het spannend is. Dus het is net als je rijexamen. Ja, dat moment bepaalt wel veel. En je bent zenuwachtig, je wilt het gewoon goed doen en je wilt het goed afsluiten. En daarna ben je ook klaar en je sluit het af. Nou, Erik, alvast even, want anders vergeet ik dat te vragen. Je maakt je eigenlijk altijd zo zenuwachtig over het feit dat je die eindexamen zo slecht maakt dat je dus zakt. Maar hoe vaak komt het eigenlijk voor dat als je met goede cijfers het eindexamen ingaat, dat je dan zo slecht die eindexamens maakt dat je ook daadwerkelijk zakt? Ja, dat is wel echt een goede vraag, want dat is natuurlijk de angst voor iedereen. Iedereen die je les geeft of bijles geeft. Hè? Want de meeste mensen die bijles komen nemen, er zijn er maar een paar die heel zwak zijn. Hè? En die dan ook echt komen van, ja, maar ik sta aan 4, ik moet het halen. De meeste zijn eigenlijk zo'n 5,5, 6, 6,5. En die zijn bang omdat het eindexamen eraan komt. Terwijl eigenlijk, en dat is het eerste wat ik zeg, en ik denk dat alle docenten dat zeggen, het eindexamen is natuurlijk de bedoeling dat je je cijfer haalt wat je die al die jaren op school ook hebt gehaald. En dat is eigenlijk in 99% van de gevallen ook wel zo. Als jij een 8 bent, dan haal je op je eindexamen ook wel een 8. Misschien een 7,5 of een 8,5. Je zit daar wel in de buurt. Dat is wel de bedoeling. Kijk, wat wel kan gebeuren natuurlijk, en dat is de angst, dat je een blackout krijgt. Dat kan. Maar het gebeurt zo ongelooflijk weinig. En kijk, als docent houden we dat ook in de gaten. Kijk, als er een leerling
even helemaal de weg kwijt is, dan neem je ze heel even apart. Dan ga je heel even een praatje met ze maken. En dan zeg je, kom op, je kan het. Je hebt hier zoveel goed voor geleerd. En dan hoop je dat het wel goed gaat. En dan meestal gaat het ook wel weer goed. Het is gewoon de spanning dan. Maar goed, jij geeft dus examentrainingen. Moet je dan, ben je dan meer gericht op de inhoud van het vak? Of toch meer in het tips geven om te voorkomen dat je die blackout krijgt? Of dat je aan de spanning ten onder gaat? Goeie vraag. Ik denk dat je... Je bent wel heel erg bezig met het examen. Je geeft wel echt tips en trucs van, hey, als je dat niet weet, let op die kleine stapjes die je kan doen, zodat je weer zelfvertrouwen krijgt. Je bent natuurlijk altijd bezig met inhoud. Want maar zou je niet het beste ontspanningsoefeningen kunnen geven? Nee, want het is, ja, dat is misschien een punt, maar aan de andere kant, je moet ze ook, dat beetje zenuwen is ook goed. Want daardoor presteer je natuurlijk ook gewoon beter. En die spanning is goed. Van ga er maar voor. Hè, presteer iets. Het is net als een topsporter op de Olympische Spelen eigenlijk. Nou ja, eigenlijk is het wel zoiets. Als jij later gaat solliciteren, dan moet je er op dat moment gewoon staan. En voor jezelf vooral. Nou, dat is met een eindexamen ook. Dus natuurlijk doe je inhoud. En natuurlijk geef je ze veel tips en trucs van, hey, dit is een examen. Dit komt vaak voor. Let daarop. Doe dit niet, schrijf je antwoord beter uit, dat soort dingen. Ja, Erik, het zijn natuurlijk rare jaren geweest de afgelopen jaren. Je bent een tijd niet op school geweest, de kerstvakantie werd verlengd. Je hebt een heel grote periode van je schoolcarrière achter een schermpje nu gezeten. Dus er zijn misschien wel leerachterstanden bij de jongeren. Merk jij dat? Ja, je merkt eigenlijk twee dingen. En daar heb ik het veel met collega's over. Wat je vaak in het nieuws hoort, dat er heel veel leerachterstanden zijn. Ja, die zijn er ook. Maar dat hebben ze dan allemaal wel. En daar kan je als docent nog iets mee. Maar wat je ook hebt, zijn sociale achterstanden. Dus zorg er maar voor als je een half jaar thuis bent en je komt weer in de klas. Ga maar eens een uur stil zijn. Zodat je kan concentreren met andere mensen om je heen. Wij merken op scholen dat dat veel meer voorkomt. Dat ze dat veel lastiger vinden. En daardoor is leren weer moeilijker. Want ja, als een klas drukker is, dan pak je minder op. Maar door corona en ook bijvoorbeeld nu weer met die nieuwe variant, zoveel zieken. Ze zijn niet heel erg ziek, dat valt wel mee, maar je bent niet op school. Wij hadden vorige week op school, maar op een gegeven moment een kwart van een klas was er niet. Ja. En dan komt er een toetsenweek aan en dan komt je examen eraan. Ja, dat is gewoon lastig. Ja, er zijn dus extra stressfactoren eigenlijk ook. En vind je het nou een verstandige beslissing van de minister dat eindexamenkandidaten weer een vak kunnen schrappen? Ja, nu, ja. Ja, straks schrappen ze allemaal economie, ja. Nou ja, dat is inderdaad zo, hè. Want op zich, Nederlands, Engels, wiskunde, die mag je niet schrappen. Als ik het goed begrepen heb, want er waren twee berichten naar buiten gekomen. Ik vind van niet. Maar dit is mijn mening. Ik vind, geef ze dan een extra herkansing. Laat ze er wel wat voor doen. Ze kunnen dit heus wel. En scholen roepen ook alle hulp in. Dat merk ik bij mijn school ook. En dat merk ik als ik bijles geef ook. Ik werk al jaren samen met Egerton. Terwijl ik daar samen ook werk. Dus we gebruiken elkaar echt daarin, in positieve zin. Nu heb ik meer leerlingen. En Egerton zegt ook, we faciliteren zoveel mogelijk. Waarom? Om die kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Dus er wordt heel veel gedaan. Dan denk ik, hou het nou gewoon bij de afspraken. Laat ze niet te veel wegkruisen. En als je het is wel corona, het is een rare tijd. Zorg ervoor dat je gespreid examen kan doen. En zorg dan voor een extra herkansing. Die verdienen ze echt wel. Maar dan moeten ze wel weer leren. Ja, dan leren ze wel. Dus. Wat voor, ja, je moet wel aan de bak. Want hoe vervelend het ook is, iedereen moet een stapje harder werken op dit moment. Ja, nou zo is dat. Nou, we wensen iedereen die in deze periode een examen moet gaan doen over een paar maanden ontzettend veel sterkte alvast. En het moet allemaal wel goed komen. Uiteindelijk komt alles in het leven wel goed. Erik Koelman van de Stichting Roer en van Egerton College. Heel erg bedankt.